hebben dus zo'n plan, we gaan een video maken. Natuurlijk niet voor hierop, wel op TikTok. Is eigenlijk, ik heb zo'n smurf, die staat hier namelijk. Hier staat die smurf. En ik ga die smurf straks van de trap laten gaan. En elke keer gaat hij een andere naam hebben. Dus elke keer gaat hij een andere naam vast hebben van de smurfen eigenlijk. En dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Totdat hij beneden is, of dat er genoeg trapjes zijn, dat weet ik niet. Volgens naam, dus dat gaan we nog moeten bekijken. En dan, als hij beneden is, gaat hij zeggen waarom. Waarvoor dat we staan eigenlijk. En dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Dus ik ga nu de briefjes halen. Dus dat gaan we even doen. Dat is een beetje eigenlijk wat ik zo wat in gedachten had eigenlijk. En dan gaan we nog een dansen voor op TikTok.
We staan nu echt op buiten, zo echt op allez, deze straat eigenlijk gewoon te dansen. Op alles wat we tegenkomen, TikTok. Dat is wel grappig eigenlijk. Het staat hier nog op van gisteren. Gisteren heb ik hem geprobeerd een smuffen te tekenen en zo. Dat staat hier ook nog steeds op. Moet niet weer van verwachten, want ja, totaal niet. Zie je, dat is wat ik heb getekend. En ook nog het hartje gisteren. Ik heb nog plaats, ik zou daar ook nog wat kunnen tekenen als je dat wil. Dus ja, echt wel super cool. Eigenlijk. Dan zo. Oké, dat is geüpload. Goed. Super cool. Nu gaan we dat nog eens een keer te doen, maar dan op het andere kanaal dingen posten. We zijn de hele tijd bezig om te dansen. Zo, want we mogen geen muziek. Sommige muziek die hierop staat, kan niet daarop. Dus ik ga dat voor jullie straks allemaal nog eens een keertje opnieuw dansen. Dus ja, dat gaan we zo doen. Zo, ik kan je aanzetten. Hier ook. Dat is echt dat. Dus je doet het eigenlijk gewoon simpel. Je doet dus eigenlijk zo. Daar. Zo. En dan doe je. En dan dit en dit. Het lijkt gemakkelijk, maar het is niet gemakkelijk om te dansen. Zeker niet. Het is zeker niet gemakkelijk om te dansen. Nee, voor mij niet. Ja, wat je daar aan het uitsteken zijn, ik weet het niet. Maar het is al heel de tijd van lawaai. Dus je zult er moeten bijpakken. Echt wel, dus dat er moeten bijpakken, het lawaai. Helaas, zou je er moeten bijpakken. Want ik zal anders ook niet weten hoe je het lawaai kunt uitzetten. Want dat is niet bij mij. Ik weet ook niet waar het is. Dus je moet het erbij pakken. Dat is deze dansje dat ik wil doen. Ik ga eens zoeken waar dat er staat. Wat heb ik ook nog doen? Even in de kort kan ik dansen, hè. Het is heel ambetant, echt dat geluid. Ik kan het je verzekeren. Maar ja, ik sta hier. Ik kan er niks aan veranderen. Je wordt er zot van. Ik zal het zo zeggen. Even kijken waar het staat. Dat is dat dansje. Dan ga ik dansen. Duetten. Ik doe vandaag heel veel duets, merk ik vooral. Heel veel duets. Maar ik doe dat graag. Dit is geen studio 100 figuren. Straks nog misschien nog Niels Stadvader voor te plaatsen. Mijn haar ligt vandaag ook weer zo. Maar goed. Oké, we gaan het eens proberen, hè. Ik ga het ook doen, springen. Nu zie je eigenlijk een beetje hoe ik mijn idee eigenlijk doe op TikTok. Ja, ik film eigenlijk op een vuilbak. Alles. Allee, als ik buiten sta, als het weer is, dan doe ik dat buiten. Als het moet niet mooi weer, dan doe ik het binnen. Dus, dat gaat niet. Ik kan niet spreken tegelijkertijd. Dat doet pijn op mijn knieën. Wacht, hè. Zoals je dat anders doet. Ik ga ook zo dingen moeten kopen om dat na te doen. Nu zit je allemaal een beetje. Wat is die aan het bekijken? Dat vind ik toch grappig. Dat is. Het is midavond in de fik. Zo, boom, boom, boom. Hey, dat zijn twee duetjes in één dag. Hè? Dat is kostelijk. Zo. Als je dat krijgt van mij. Ze zien denken, oh my, zoveel geld.
Ik moet nog iets vinden voor iets wat dat niet te maken heeft met een duet. Eens nadenken. Vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.